onze God, wij worden hier bij de graaf van onze geliefde gesneuvelde van beide wereldoorlogen en in het bijzonder van de slachtoffers van Wereldoorlog 1 uitgenodigd om te bidden en diep in ons hart te kijken. Uw zoon is ons voorgegaan in het geheim van sterven. Geef het leven van de gesneuvelden met uw eeuwige vrede. Geef dat wij eenmaal allemaal samen zullen zijn in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wek in ons de taal van de vrede, die bemoedigt en samenbrengt. Schenk ons de hoop op uw vrede, door Christus onze Heer en Verlosser. Amen. Het eeuwige. Bijzondere dank voor het gemeentebestuur, voor het onderhoud van het monumentje en voor de bloemen. Ook dank voor de mooie muziek. Thank you.
Het weer de afgelopen dagen was niet al te denderend. Ook vandaag hebben een aantal onder jullie de paraplu's meegenomen. De beelden van de overstroomde velden in de Westhoek doen ons wellicht een beetje terugdenken aan 1914. Toen, 109 jaar geleden, bij het begin van de Eerste Wereldoorlog, werd de IJzervlakte namelijk bewust onder water gezet om de opmars van het Duitse leger te stoppen. Tot 11 november 1918, om 11 uur in een treinwagon in Compiègne. Het moment waarop de wapens voor het eerst zwegen na 4 jaar oorlog en geweld.